Wel, redelijk. Niet toch allemaal. Reden van Facebook. Of van Facebook. Maar mij niet, want ik ben nieuw, niet nieuw, sinds dat ik er gisteren niet was. Maar wel nieuw voor deze sector. Ik werk bij de Kaderacademie, de VK-academie. Sinds juni als trainer, en dat is wel een beetje gek voor mij. Ik heb wel lang als trainer gewerkt, maar eigenlijk ben ik kok. Ik gooi de dingen bij elkaar en samen hier leg het weer. Nou, kun je een beetje meedoen. Ja, nou, dat is en toen ik... Ja, ah, oké, okay, nou, wat ik... Ik heb een heleboel vergaderen en ik woon op het gezicht. En na mijn middelbare school ben ik opgeworden, want ik wou al gaan werken. Dat was hartstikke leuk. Tot het moment dat, nu weet ik al hoe het heette, dat een manager kwam. En die zei dat ik volgens receptuur moest koken. Want het was een keten en er was heel veel vlees. En er kwam iemand die was vegetarisch. En die vroeg daar wat vegetarisch. Ik zei, oh, dat maak ik gewoon. En toen zei de manager, zei, ja, dat is geen receptuur, dat staat op de kaart. Dus dat mag je niet doen. En toen dacht ik van, ik heb dat 3 jaar gedaan, toen dacht ik, ja, wat vind ik nou eigenlijk interessant? En toen dacht ik, nou, ik had heel veel plezier in mijn werk. En toen kwam ik een manager, die zei, zo mag het niet, zo moet het wel. En toen werd mijn werk minder leuk. Dus toen dacht ik, ik wil wel iemand worden die werk leuker, of beter, of eerlijker maakt. En dat bleef op het vlak van personeel organisatie, en wist ik ook niet. Toen ben ik personeel arbeid gaan studeren. Met mijn hoofd, ik wil iemand worden die aan die mensen helpt eigenlijk leuker werk te krijgen. Of in ieder geval minder last te hebben van gekke managers. Ze zijn natuurlijk ook in de goede, maar het is zonde als het werk kapot wordt georganiseerd. Nou, fast forward, ik heb toen gewerkt bij allerlei trainingbureaus, ik heb nog hele andere dingen gedaan. Ik heb voor FNV Formaat gewerkt, wat sommigen van jullie misschien wel. Ik heb veel voor levensraad gekregen. Ja. Jullie kennen, jullie zeggen ja, maar ik ken die niet. Ja, ik weet het wel. FNV Formaat kennen. Ja, precies. Ik werkte al voor de bouwsector, ik heb daar ook bondsraad, FNV Bouwvaart gekregen. En daarna weer heel andere dingen gedaan. En sinds jullie mee bij de Kaderacademie. En mag ik jullie meenemen in een workshop medewerken. En dat vind ik hartstikke leuk, want dat is, is heel belangrijk. We hebben het straks al over gehoord. En zou ik ook even voorstellen? Ja, dat hou ik. Nou, sommige mensen hebben mij waarschijnlijk gezien. Dat kan natuurlijk. Ik ben Johan Kiel. Ik ben 7 jaar in dienst bij de NGV. Nou, laatste jaar na fusie pas de NGV. Dus ik ben ervoor opgenomen. De eerste 6 jaar ben ik organizer geweest, waarvan 2 jaar in schoonmaak, 4 jaar in handel. En dus bijna alweer een jaar als taxiconsulent betrokken bij Noord en Noordwest. Daar houden we bij. Ja. Ik wou niet namelijk hier bij MCD gaan, ja. Oké. Dat is toch wel goed. Vertel me, dat is even wel herkenbaar in het verhaal net worden, dat als je je eentje wat wil beginnen, omdat er iets gebeurt op je werk waar je niet mee eens bent. Dan is dat hard werken om iets te krijgen. Ik wil staking, die collega's zoeken. En daarom is het voor de bond zo belangrijk om in je eentje ben je gewoon een schoolvisie die wordt opgejaagd. Maar als je je organiseert, als je samen tegenwicht kan bieden, tegenmacht kan organiseren, dan heb je een sterke positie om voor jezelf op te komen. En daarom is dat medewerk zo belangrijk, omdat met hoe meer mensen wij zijn, hoe beter positie we kunnen het hele naar de werkgevers toe. Het is ook iets wat, ja, wat ook gewoon wel lastig is, ledenwerven. Want mensen hebben allemaal middelen in hun hoofd en de redenen waarop ze geen lid worden of wel. Maar ja, we hebben natuurlijk wel wat te bieden als FNV. In deze workshop gaan we daarmee oefenen, hoe je dat doet. En even kijken naar tijd. Ja, we hebben weinig tijd. En dat is niet erg. Dat betekent dat ik af en toe heel snel ga praten, maar dat vooral ook gewoon dingen gaan doen. Ik ga heel even een korte basis van communicatie uitleggen. We hebben een opdracht, een prettige voorstelling van 1 minuut. Een korte oefening in 2 tallen met de focus opmaken van goed contact. En dat je wat je ervan overhoudt is een soort vervolgafspraak. Een open lijntje dat je nog een keer kan bellen of kan mailen, of als je elkaar tegenkomt dat je wat. Of wat meer kan praten over het werk en wat de bond kan betekenen. Daarna, Johan, maken we wat do's en don'ts uit de praktijk. Het is natuurlijk niet nieuw dat we leden in de werf en wat voor dingen je dan tegenkomt en dingen die goed werken en dingen die wat minder goed werken. Daarna een opdracht, een wervend gesprek. Dit is het gedeelte wat jij misschien een heel stukje noemde. Ja, dat doe ik één. Nee,
Willen wij er veel van maken? Ik weet dat ook precies. De knet, ja. En dat hoeft ook niet. Sowieso geldt, je hoeft hier niet iets te doen wat je niet wilt. Juist. Dus als je als observator, want je hebt wel heel veel ervaring. En dat kan van anderen ook leren. Dus je kan ook een rol als observator spelen. Je hoeft hier iets te doen wat je niet wilt, maar voel je wel vrij, ik kan wel even wat hier gebeurt, blijft hier, om te oefenen. Dat is iedereen wel eens spannend, omdat je denkt, goh, als ik nou heel overdreven vriendelijk ga doen, is dat dan niet heel raar? Ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar hier kan dat, want zijn we natuurlijk. Dus neem de rol die je past. Belangrijkste conclusies, en je neemt er wat van mee. We hebben handouts, dat zijn checklists, gebruikt als een soort naslagwerk. Die moet je niet uit je hoofd gaan leren, maar dan kan je op terugvallen op het moment dat je denkt, goh, hoe zit dat ook alweer? Wat dat betreft, en dat is ook fijn aan deze workshop, dat vind ik zelf, ik ben al een beetje een moeilijke leerling. Je hoeft ook niet dingen op te gaan schrijven of mee te schrijven. Neem mee wat je hoort en op het einde krijg je het materiaal en dan heb je dat gewas. Goed? Ja. Mooi. De basis van communicatie. Daar zijn boeken vol over geschreven, maar zoals zoveel dingen heeft Elvis dat eigenlijk. Ik ben fan van Elvis, heeft dat heel duidelijk. Ja, onder andere ook van alleen heeft dat heel duidelijk uitgelegd. Namelijk in zijn lied, Return to Sender. De basis van communicatie is eigenlijk dat je boodschappen bij een ander bezorgt, die dan aankomen, zodat de ander eigenlijk begrijpt wat je bedoelt. Dat de boodschap die je uitstuurt, ontvangen wordt en de betekenis krijgt die jij bedoelt. En wel als je een beetje mis, want daar was het ook, hij kreeg hem terug, return to sender, boodschap niet geaccepteerd, adres van ook, er stond niet goede adres op. En bij communicatie is het bijvoorbeeld heel belangrijk om die boodschap, of het nou in schrift is of mondeling, goed te adresseren, dus mensen goed aan te spreken. Om een boodschap te hebben die ze snappen, in de taal die ze snappen. Eigenlijk om aan te sluiten bij de ontvanger. In een notendop is dat de basis van communicatie. En het is veel, er zitten veel dingen bij, die mensen die dan andere dingen aan het interpreteren en zo. De basis is contact maken, adresseren en zorgen dat de ander begrijpt wat je bedoelt. Overigens, als je vragen of opmerkingen tussendoor hebt, kan je gewoon stellen, daar kan heel veel mee omgaan. Zit er een rolluikje of iets, een rotsolijntje achter dat ding? Want er zit een licht in te kijken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is de. Ja, er zit er wel in. Maar hoe moet je hem bedienen? Ja! Dit is spannend. Nee? Met die moet je draaien. Ja. Dat is niet. Dat was de eerste keer. Oké, de middelste denk ik. Ja, dat is ja, logisch. De middelste. Ja. Goed. Ja, zo lang vooral. Ja. Dus basis communicatie, zorgen dat de juiste boodschap van A, van mij, naar B, naar de ontvanger gaat. En dat is eigenlijk, trouwens, dat is eigenlijk ook wat jullie, veel van jullie dagen doen, dingen van A naar B brengen. Mensen, die komen in taxi in. En die mensen die zijn op een bepaalde manier gedragen ze zich. En die willen vanaf hier naar daar. En dan zeggen ze het adres als je geluk hebt en als ze het weten. En daar heb je ook allerlei verschillende types in je taxi of in je busje. Wist je? Denk ik toch? Ja. En je gaat met ieder, dat in een fractie van seconde denk je even van, goh, dit is er zo in. Of hier, of met één ga je in gesprek, of hier wil je heel graag praten, of op weg is naar het ziekenhuis, naar zijn moeder. En de andere wil gewoon even gewoon rustig zitten. Dus mensen komen altijd al binnen op een bepaalde manier waartoe je je gaat verhouden. Dus eigenlijk kunnen jullie dat heel goed, omdat je het heel graag doet. Hoe je nou goed contact maakt, dat is eigenlijk het eerste. En dat is een beetje een grapje uit dit boek. Misschien kent iemand het. Hoeft niet. Hoe je vrienden maakt om mensen beïnvloedt. Klinkt een beetje flauw. Dus je hebt tegenwoordig heel veel managementboeken. En dit was eigenlijk de eerste. En dat was geen managementboek, maar iemand die gewoon beschreef hoe je goed met mensen om kan gaan. In 1936. En heel veel boeken daarna kan je ook gewoon weer vergeten. Maar hier stond iets heel leuks in. Wat eigenlijk nog steeds geldt als je contact maakt, wat mensen fijn vinden. Is dat je, als je met iemand praat, oprecht belang hebt in anderen. Maar god, wat bewees je al, of wie je werkt, of hoe gaat het? En dat je dat op een manier doet, dat je lacht, dus niet heel boos, zoals ik kunnen zeggen. Maar dat je zin in, maar dat je gewoon lacht. En dat je iemand bij zijn naam doet. En dat je anderen aanmoedigt om wat meer te vertellen. En dat je praat over dingen die belangstelling hebben voor de ander. Want
ik hou echt van voetbal, maar als ik dat tegen mijn vrouw uitleg, dan is het vrij kort gesprek, vindt ze niet heel leuk. Als ik over koken heb daarentegen, ik kook, maar zij eet, maar ze houdt erg van eten, dan is het wel heel leuk. En geeft de ander het gevoel dat je luistert en dat wat hij vertelt, ook al komt hij met iets over zijn werk, waarvan je denkt, het is helemaal niet zo. Hoe maak je daar dus? Omdat je luistert, geef de aandacht die je hebt. En dan heb je een goed contact, wat de basis is om samen van eigenlijk ja, A, het punt waar je bent, naar B, het punt waar je naartoe wilt, de drie lidwoorden te gaan. En we gaan dat even oefenen. Hoe je er vanuit oprecht belang hebben, even voorstellen, samen een gesprek hebt. Waarin je even voorstelt als Kalis FNV taxi, verzin een aanleiding. Van goh, we staan op een taxi stemplaats en ken je niet of ken je wel. Of hoe vind jij hoe het nu gaat of zo, een aanleiding. En in heel kort, een gesprek van een minuut, probeer eens gewoon te onderzoeken bij waar die andere, wat daar leeft. Waar die op klikt, waar die interesse voor heeft. En probeer dan om tot een afspraak te komen van, god, zullen we daar nog een keer verder over praten? Ja, nee, prima. Bij aansluiten? Ja, bij aansluiten. Bij aansluiten even. Je zoekt eigenlijk een aanleiding om het gesprek aan te gaan. Nou ja, in jullie geval is net een CO afgesloten volgens mij. Nou, over die... Wat hebben we? Daar ben je weer bij. Zou je wel verlengen? Ja, oké. Okay. Dus er is een nieuwe CO gekomen, zijn we dat? Nou ja. Nee, er is geen CO gekomen. Nou, wij zitten wel een loonsverhoging in, er zit een eenmalige uitkering. Er is gewoon een nieuwe CO besloten, er is geen verlenging. Laten we daar duidelijk over zijn. Er is een nieuwe CO gekomen. En die is heel kalig in principe, dus in die zin... zou dat een mooie aanleiding kunnen zijn? Stel dat ik Bart tegen, dat al voordoen. Ik kom Bart tegen. Bart weet inmiddels dat ik vakbondsleider ben inderdaad. Hey Bart, hey, fijn je weer eens te zien jongen. Ik zie je bijna nooit man. Hey, we hebben waarschijnlijk andere diensten. Ja, hey, dat begrijp ik heel goed. Hey Bart, moet je luisteren man. Er komen van andere collega's naar me toe. Hè? Die weten ook dat ik vakbondsleider ben. En die spreken toch wel. Ja, die CO die weer is gesloten. En dat is zo karig en er staat een loonsverhoging van 1%. Ja, is een nieuwe CO dan? Ja, die is er absoluut. Die is weer gesloten. Maar goed, er staat iets in. Ja, ik krijg er dus ook veel vragen over. Ze zijn het niet echt mee eens. Ik wil er graag in het later stadium een keer in de bijeenkomst over verder spreken met de mensen. En nu ik jou zo zie, ben ik ook erg benieuwd naar jouw mening. Hoe zit jij daarin? Ja, ik vind er wel wat van. Ja. Maar wat kan ik dan doen dan? Nou ja, dat gaan we dus op het moment dat ik stel dat ik over anderhalf, twee weken een bijeenkomst wil gaan organiseren. Ik heb meer mensen gesproken natuurlijk. En ja, dat we gezamenlijk in een grote groep daar eens over gaan spreken. Het is kijken hoe we dat richting een nieuwe CO-traject, hoe we dat dan kunnen gaan aanpakken met elkaar. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, als ik dan wel iets kan vertellen wat op mij wordt geluisterd en wat mee wordt genomen. En wanneer is het? Nou ja, over twee weken, op de donderdag aan. Nou, we moeten even kijken of ik kan. Heel fijn. Dus doe je mee? Doe je mee? Als het kan, dan wil ik wel komen kijken. Oké, hartstikke fijn man. Kijk, dan zien we elkaar daar. Oké. Hoi hoor. 1 minuut 10. Ja, maar zo even. Waar is die groep nog in? Ik voor wat. Maar even jullie een indruk te geven hoe je met elkaar in gesprek kan gaan. Dus het kan over een CO zijn, maar het kan ook andere aanleidingen zijn. Ja, op het moment dat je een nieuwe aanbesteding hebt. En heel belangrijk natuurlijk in het werk wat jullie doen. Soms heb je te maken met een organisatie waarop jullie in principe eigenlijk moet mobiliseren, activeren voor de collega's. Om daar het beste uit te halen. Dus dan zorg je verschillende thema's, wat je eigenlijk kan gebruiken om eerst contact te leggen. En verschillende thema's om contact te leggen. En op het moment dat je een collega nog wordt gezien en die ken je niet. En dan stel je in principe voor, ik ben vakbondsleider bij ons bedrijf. En van FNV Taxi. Ik ben nieuw hier. Ja, dat kan ook. Je hebt hem nog nooit gezien. Dus dat kan nieuw en nieuw zijn. Ook heel belangrijk. Dus je zoekt een bepaalde aanknopingspunt. Ja, om jezelf voor te stellen met een thema en aanleiding daarbij. En op het moment dat je een aanleiding hebt, dan spreek je ook iets veel makkelijker. Dus dat is gewoon een voorbeeld. Maar dat kan over van alles gaan. Een sociaal plan, een reorganisatie, de CO die is gesloten, die in principe heel karig is. Nieuwe CO-traject wat eraan komt. Yes! Nu zijn we
Nu is er nog gelukkig bij zich. Ja hoor. En op het moment als een andere discussie wil ik een loonsverhoging aanspreken in een CO en een eenmalige uitkering, kom je op tot een nieuwe CO. Die minimum. Maar goed. Dus dat is eigenlijk een klein beetje de bedoeling. Ja. Dat is natuurlijk misschien wel een beetje gek dat hier nou moet gaan rondlopen. Maar dat is wat we doen. Daarbij kan je een aantal mensen vragen dat ik doen in een rol als kader. Dus die even bedenkt, goh, ik ben de kaderlid, ik stel mij voor. En misschien heb je in het verleden wat dingen meegemaakt in het gesprek wat je moeilijk vond om te doen. En probeer dat eens. En ik heb wat publiek nodig, namelijk als waar je geen kaderlid, dat je, nou, laten we de taxi plaatsen, dat je gewoon even staat en daar komt zo'n FNV naar je toe. En ga daar niet de anderen echt heel moeilijk maken, expres, echt gelijk, alles wat heel lastig is. Maar ga gewoon mee in hoe het gesprek zich ontwikkelt. Goed? Oké. Wat mij betreft mag je kiezen of je als kamerlid wil acteren of als gewoon collega. Maar het is wel leuk als het een beetje, dat we evenveel kaderleden als collega's hebben. Dus wie wil in zijn rol als kaderlid oefenen? Eén. Vier. Als je denkt dat het echt. Ik vind het moeilijk, dus ik moet. Ja, dat is goed. Dat is een instelling. Dat is mijn instelling. Als je denkt dat het hier al een beetje gek is, wacht maar tot je buiten bent. Daar is het nog veel raarder. Dus één, twee. Nog iemand? Nee, jij kijkt. Ja, maar pik ik toch gewoon een willekeurige collega? Ja, dat wel hem. En doe dat gewoon. Ja. Ja. En deze is ook geen collega, want ik ken hem niet. Het was voor de SV. Je mag ook niet, je mag het op mij. Ja. Ja. Maar wat betreft, de tafel is ook gewoon rond. Kijk wie je tegenkomt of loopt ergens rechtstreeks af. Mag ik hier buiten de deur? Gewoon een plekje en. Kaas aan. Ja, best. Wie heeft er, zeg maar van de collega's dus die speelden dat geen kaderlid was, wie heeft er nou een vervolgafspraak toegevoegd? Twee stuks. En twee ook niet. Jij niet, hè? Je hebt geen vervolgafspraak. Kan je vertellen heel kort waarom dat was? Maar ik was niet kaderlid. Nee, ja, precies. Maar jij was dus eigenlijk de te overtuigende partij. Ja. En jij bent niet overtuigd geraakt? Ja, ja. Mij heeft ze een vervolgafspraak gemaakt. Oh! Daar had geen problemen bij. We hebben zo met het bedrijf gesproken. En natuurlijk kan je altijd een kaartje geven als er iets is. Maar als er helemaal niks aan de hand is, om dan je moet gaan pushen dat je van alles kan zijn. Wij hebben een vervolgafspraak gemaakt. We hebben afgesproken dat ik jou wervingsmateriaal voor je collega's toestuur. Ja. En dat je meedoet aan de volgende wervingscursus. Ja, kijk eens aan. Klopt. En wat maakte nou dat je een vervolgafspraak wou? Hij stond te schoppen. Wat denk je hier? Hij was gewoon heel. Wacht, dat is een moeite. Ja, gewoon. Legde uit over iets over werking en dat hij daar wel materiaal voor had en zo. Dus. En dat hij daarvoor open stond en heb ik gezegd: nou, daar sta ik wel voor open. Dus het, ja, dat was wel een prettig gesprek. Nou, ja, het is een prettig gesprek, vriendelijk, de juiste inhoud hebben. Dus dat helpt om die brug te slepen en vooral de gaan op te pakken. Een ander die zich nog had laten overtuigen. Was jij een beetje overtuigd? Eerste gesprekken, ja. Ja.
reorganisaties. Tweede reorganisatie in 4 jaar. Dus ja, dan heb je bijeenkomsten nodig. Hè? Ja, daar zit je in. Ja. Actualiteit zoeken die bij iemand gevoeld wordt. En dat weet ik natuurlijk niet altijd als je persoon niet kent, maar dat moet je dus daar horen. Hoe kan je dat? Wist jij het eigenlijk? Nee, ik wist niet van niks. Hoe ben je erachter gekomen? Door dat te vragen. Dat, eerst vraag je als iemand niet kent waar iemand werkt, als dat niet duidelijk is. En als het over de vrijheid is, wat je, dan, je wil weten hoe het gaat. Ja. Dat je bent van de FNVK aanbiedt. En sowieso wel interessant om te weten hoe het bij andere bedrijven gaat. Ja. Zelf als je taxichauffeur bent, ook als je geen kamerlid bent. En dan komt zoiets er wel uit als er problemen zijn, als daar tenminste voor openstaan. En dit was gewoon een hele vriendelijke, open taxichauffeur, waar ik nogal eens problemen mee heb, is er wat gesloten. Ja, dat zijn er meer. Ja. En dat zijn er meer. Ja, over bezig gedeelte heb ik moeite met aansluiting vinden. Ja, mezelf. Moet ik zeggen, angstig om je tegenwoordig bij een hond aan te sluiten. Ja, maar het is niet eens dat het gaat veel verder dan dat. Het is niet om te maken, het is gewoon zo dat. Daar kwam je zo langs. Maar wat interessant is in hoe je dat hebt aangepakt, en dat is eigenlijk ook een voorwaarde voor het eerste goede contact, is benieuwd zijn naar anderen. Vraag God, wat gebeurt er bij jullie? Of hoe gaat het? En als er dan een aanleiding is, en je haalt hem eruit, en de organisatie heeft een duidelijke aanleiding waar je als kader natuurlijk heel goed aan kan sluiten, en dan ontstaat een heel goed gesprek. Dus ga als zoek. Weet je wat je krijgt in een taxibedrijf? Je krijgt natuurlijk met chauffeurs te maken. En de kenner van zo'n bedrijf, daar gaat het misschien wel goed mee. De kenner die heeft het wel eens goed. Ja, als het maar wat er omheen zit, die vind je niet allemaal. Die kom je niet allemaal tegen. Je komt af en toe die kennen tegen die, nou prima, die heeft geen bond nodig. Want zijn salaris krijgt die op tijd en alles, dat soort dingen. En die werken altijd alleen maar tegen. Dat zie je in de praktijk. Dan kom je in de praktijk alleen maar tegen. Probeer die namelijk te overtuigen. Ja, het is wel veel sterker. Je wordt zelfs tegengereden, mensen die zelf dubbel genaaid worden. Dus dat is heel veel. Of ze hebben een slecht verleden met een bond, dat ze niks voor hen hebben gedaan. Die bezwaren, daar komen ze ook bij. En wat ik afvraag, en waar een minuutje eigenlijk, en we zien dat in elk gesprek gaat het net wel overheen, je hebt wel even een time, zie ik. En maar dan zie je toch, en dat je niet altijd direct tot een afronding kan komen, hè? Dat is best lastig. Hè? Ja. En jullie in de praktijk hebben natuurlijk te maken, hè, dat je af en toe heel snel bij je instelling ziet, bij je ziekenhuis. Hè? Dus je hebt heel weinig tijd om met elkaar te spreken. Tenminste, dat is wat ik terug heb gehad in al die 9 maanden dat ik in die taxi zit. Je hebt heel weinig tijd en je ziet elkaar niet. Dus vandaar dat deze oefening zeg maar, ook op deze manier was in elkaar gezet. Het is verdomd lastig. Dus op het moment een collega door gaan aanspreken, hè, vanaf morgen, en probeer even een aanleiding voor jezelf te bedenken. Om daarna zeg maar, een vervolgafspraak daarop te maken. Ja. Nou, als je van die hele korte tijd hebt, dan heb je eigenlijk geen tijd in een fatsoenlijk gesprek. Dan moet je gewoon kaartjes uit kunnen delen. Want dan ga je met een gesprek niet drukken, want het is ik moet weg, ik heb klant, ik ben vandaag. Dus mag ik daar even op inhaken? Ja. Ik heb, ik doe het even nep, hè. Maar Bart, jij bent een taxichauffeur. En je hebt net de mensen uit laten stappen en je ziet dat je al een rit binnenkrijgt voor de volgende. En dit is dan hoe ik dan op een taxistandplaats of bij een ziekenhuis toch gewoon even te werk ga. Hoi chauffeur. Hey. Ik heb een korte vraag. Ik ben Rufus Koon van FNV Taxi. Ik heb het gezien en vandaar ook dat ik het ontzettend kort hou. Ik heb een nieuwsbrief, die sturen we aan leden en aan niet-leden toe. En dat is, elke maand komt die uit. En wil ik je graag toesturen, dan ben je een beetje op de hoogte en naar aanleiding daarvan bel ik je misschien één keertje. Heb je interesse, dus gratis en als het je niet bevalt, onderaan zit een afmeldknop, dan kan je het gewoon afmelden. Alles wat ik nodig heb is je naam, e-mailadres en je telefoonnummer. En dan kun jij verder gaan en dan ga ik naar de volgende chauffeur. Wat staat er voor nieuws in? Nou, dit staat nieuws over de sector taxi. Gaat het alleen, dus niet over andere zaken. En het gaat over wat bij jouw bedrijf gebeurt. Dus als er bij jouw bedrijf iets gebeurt, dan staat het op de formulier bedrijf. Ons gebeurt heel veel, dus dat vind ik wel fijn. Ik heb jullie hartstikke goed. Eerst een kaartje, is dat ook? Nou, super. Ja, dat staat alles op. Hey, bedankt. Oké. Ik vind het heel lief, maar die
taxichauffeur het echt was al lang weg. Ja, nou, serieus. Ik heb er vorige maand zo'n stapel kaarten in gehad. Ja, ja, ja. En we zijn inmiddels 6.500 mensen op het nieuwste netwerk van de taxichauffeur. Maar niet iedere chauffeur staat altijd om zijn andere man te pakken. 90% chauffeurs te pakken die even een uiteraard tijd zijn. Maar als ze echt zeggen van, nee, want ik moet, ja, dan kun je beter. Nee, maar dan nog, en dat is onze ervaring dan, hè, ja. Jullie nog even ontberen dan, onze ervaring is dat het wel kan. En soms heb je gewoon aan de stand een klappapiertje genoeg om in een minuut een vervolgafspraak te maken met een chauffeur. En ja, dat. Ja, hetgeen wat jullie net hebben gedaan met elkaar, hè? Op het moment dat je dat op zo'n manier doet, en we gingen over de minuut heen. Maar op het moment dat je een aanleiding hebt, dan kan het binnen een minuut. Want hij staat op tijd en eventueel rij je zelf ook. En sta je daar ook te wachten bij die instelling en je moet zelf ook weer weg. Dus voor met tijd heb je niet. Dus het kan echt binnen een minuut. Dat kan het. Jawel, maar. Ja, om een vervolgafspraak te maken. Om een vervolgafspraak te maken. En je moet ook echt heel snel zijn. En dan moet je echt overgezadigd als chauffeurs. Ja, mijn ervaring is, ja, je hebt gelijk. Is gewoon agressief, maar als je dan moet. Ja, nee, dat kan. Als ik zeg wat ik haast heb, en jij bent ook een chauffeur, en dan ga je nog door. De ene chauffeur is een andere chauffeur. Dat weet ik, ja. Misschien ook of je een grote fan bent of een klein vrouwtje, dat weet ik niet. Maar ja, nou, mijn ervaring is naar kleine vrouwtjes, dus dat beter luisteren. Oké, okay. Hey, maar alle twee is waar. Kijk, er is niet één recept over hoe je dit moet doen. Want soms lukt het wel, soms niet. En dat hangt ook af wat bij je past. Als het bij jezelf past om gewoon dat heel snel te doen, nou, dat kan. Maar past het niet, is niet erg. Maar wat bij alle twee geldt, is dat je vertrekt vanuit contact en aandacht in de ander van God wat heeft er. En als je denkt van ik kan die aandacht beter geven als ik wat meer tijd heb, dan moet je dus de situatie opzoeken waar dat kan. Dus het is alle twee waar. Maar begin met die aandacht inderdaad bij de andere aandacht, God wat gebeurt. En ook, jij wou wat zeggen over aansluiting. Ja, er is ook nog een andere manier van medewerking, want dit is dan langs de scholen en de schatplaatsen. En er is ook nog een andere manier en die mis ik wel vaak. En ik heb recentelijk nog met iemand die heb ik bij jongen gedund. Ja toch? Maar daar ben ik een half jaar mee bezig geweest. En die is nu toch opnieuw weer lid geworden van de bond. Ja. En die heeft gelijk even, het achterstallig was nog opmaat, maar is ook gelijk even betaald. He, maar het heeft wel een half jaar geduurd, ja, voordat hij niet zo ver was, dat hij toch op een gegeven moment die stap naar die bond maakte. En maar dat komt zo terug, hoor. Dat zit nog in de presentatie. Oh, ben je weer te snel, Piel? Nee, ik ben te snel. Maar we hebben drie soorten van werven eigenlijk. En de koude werving, warme werving en ad-hoc werving. En waar jij over spreekt, is warme werving. En daar moeten we met z'n allen naartoe. Want warme werving, hè, heb je meerdere contactmomenten. En elk contactmoment is weer ook een vertrouwensmoment die je opbouwt met je collega. En dus dat zijn ook drie verschillende manieren om te werven. En je weet van tevoren nooit of je gelijk hoe gaat het ook een half jaar kosten. Maar zeg maar niet van, nou, dit kan altijd een tiefje. En dan, soms ben je wel heel vaak elkaar gepraat. En denk ik wel geen toch van, goh, dit is interessant. En op tekens? Onze ervaring blijft ook wel dat we keren op dezelfde locaties van tijd tot tijd weer terugkomen. Ja, ja. Dus dat krijg je ook een vertrouwensband. Want als je de eerste keer een banale zie je weinig. En de tweede keer zie je nog een keer weer terug. En dan denken ze van, nou ja, wie weet kunnen ze toch wel wat voor ons betekenen. En de derde keer zeggen ze van, misschien overtuigd ook van, nou ja, wie weet. Het is ook toch best een drempel meer aan. Het is vaak een drempel die je vaak als chauffeur zal. Zal ik van jou horen? Ja. Kijk, hier hebben we de do's, hè, de dingen die je wel kunt doen bij ledenwerving. En jullie hebben het zelf al ondervonden. Hè. Het is niet heel makkelijk op het moment dat je het voor het eerst moet doen. Maar ik denk wel dat het allemaal te leren is. Dit zijn dus de dingen, de do's, en we hebben straks ook de don'ts op de volgende sheet. En hier zie je dus de dingen bij de bullet points die je absoluut wel kunt doen, wel kunt inzetten. Als we de eerste erbij pakken, en daarom zei ik tegen Willem, die zit in de presentatie, even verderop. En warme werving is wat we doen op het moment dat we echt leden willen gaan scoren, dan maak je de meeste kans als we warm gaan werven. En warm werven heeft gewoon meerdere contactmomenten waar ik net over sprak, en dat zijn ook meerdere vertrouwensmomenten. En de aanleidingen die je daarbij kunt zoeken, daar hebben we net ook al over gesproken, kan van alles zijn. Nieuwe aanbestedingen, een sociaal plan, reorganisaties, het kan van alles zijn waar je dan mee te maken hebt. Maar dit is wel de allerbeste manier om te zorgen, op het bedrijf waar je werkt, om groter te worden met elkaar.
Want warme werking maakt altijd onderdeel uit van een plan die je hebt. En waar je mee aan de slag gaat eigenlijk bij je bedrijf, maakt warme werving altijd onderdeel van uit. En ja, werving hoort nog eenmaal, hè, is eenmaal onderdeel van het plan. En dat kan gewoon niet anders, want we moeten sterker met elkaar worden. Even net vanochtend ook voor beneden. De tweede bullet point. Structurele werving als onderdeel van je vakbondswerk. Nou, eigenlijk een bruggetje. Ik heb het net al behandeld in principe. Hè, het is absoluut noodzakelijk als je ergens mee te maken krijgt, bijvoorbeeld een nieuwe aanbesteding. En dat je in principe een plan van maken. En op het moment dat je nog alleen bezig bent, is dat natuurlijk lastig. Je moet meerdere mensen daarbij betrekken, ondersteuning. Vanuit je bestuurder, vanuit je vakbondsconsulent. Of van iemand anders vanuit onze organisatie. Want iedereen moet je daarmee bezighouden. Dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat die ledenwerving daarin zit. Want alleen om met een versterker worden, bij bewuste bedrijven waar we over spreken, kunnen we ook daadwerkelijk een plan om te winnen maken. Waar het dan over gaat. Bedenk van tevoren met wie je gaat praten over het vakbond. Er zijn verschillende doelgroepen die elk een eigen benadering hebben. Op het moment dat we gewoon verschillende doelgroepen hebben, hebben we natuurlijk de fulltimers, de fulltime mensen. We hebben de parttimers, we hebben ouderen, we hebben jongeren waar we mee te maken hebben. We hebben uitzendkrachten. We hebben mensen die eventueel vanuit de social media worden doorgeschoven. Hè? En dat zie je natuurlijk ook vaak in de taxiaanbestedingen en dergelijke. Dus je hebt verschillende doelgroepen. Elke doelgroep heeft ook weer zijn eigen benadering. Hè? In principe, van ouderen zijn meer geïnteresseerd in pensioen. Hè? Zowel een jongere daar nog niet echt over nadenken waar je mee te maken hebt. En toch kun je ze wel met elkaar verbinden op het moment dat het moet. Hè? Wat daar ook wel belangrijk bij is eigenlijk, op het moment dat je bij een bedrijf werkt, en je maakt een bedrijfsfoto van je werk. Dat noemen ze bij de kaderacademie een bedrijfsfoto. Ik noem het nog altijd een workplace map, waar ik vanuit vroeger mee heb gewerkt. En dat is gewoon zeg maar een Excel-bestand waar je gewoon je bedrijf in kunt zetten. En wie werkt waar? En wie zit op kantoor? Wie zijn die planners? En wie doet de administratie? Wie zijn die chauffeurs? Wie rijdt op een leerlingenvervoer? Wie doet de valies? En zo kun je alles in kaart gaan brengen van je werkgever. En dan kun je daar ook nog een bepaalde kleurencode zeg maar, bij gebruiken om in kaart te brengen. Dit zijn de redenen. En die leerlingen voordoen, dit zijn de mensen die niet zijn aangesloten. En op die manier kun je dus voor jezelf heel goed in kaart brengen. En ook bepalen met wie je wel het gesprekje aangaat. Met wie je voor het eerst in eerste instantie een minuutje. En om daaruit een follow-up te regelen. Met diegene die nog niet is aangesloten. Want je wilt toch binnen dat leerlingenvoer sterker worden. Maar dan gaan we wel eens wat dingen mis. Maar zijn dat een leuke bewoording? Wij noemen dat gewoon een smoelboek. Ja, nou, maar zo heeft ieder zijn eigen benaming. Toch maar ja? Nou, de kaderacademie is een bedrijfsfoto. Ik noem dat steeds een workplace map vanuit het verleden. Maar het komt op hetzelfde neer. Maar het werkt wel, jongen. Het werkt wel. Ja. Kijk, het werkt wel. Fijn om te horen. Fijn om te horen. Ik ga op zoek naar de onderwerpen die je allemaal belangrijk vindt. Daar heb ik net over gesproken natuurlijk met de ouderen en de jongeren. Op het moment dat je het over pensioen hebt. En de jongeren zijn daar gewoon minder geïnteresseerd. Ze ver van het bedje over. Waar je dan mee te maken hebt. Dus je moet echt ook zeg maar, de aanleidingen zoeken ten aanzien van de juiste groep waar je mee spreekt en het thema die daarbij hoort, die ze aanspreekt. Richt je op collega's die belangstelling hebben in hun werk. Dus dat zijn eigenlijk de collega's die misschien al weten dat jullie vakbondsleider zijn. Want Karel, dat vind ik zo rare woorden, daar maak je er vakbondsleiders van. Want Karel, dat kun je ook gewoon bij een bedrijf zijn. Maar tussen die twee vragen in jouw. Kun je natuurlijk ook een heel mooi bruggetje maken als je dus met iemand in gesprek bent over wat hij belangrijk vindt. Ja. Dat je hem ook vraagt van, vind je dit belangrijk voor je werk? Ja. En dan kom je al gelijk bij de volgende. Hoe je dat naar vakbondswerk werkt. Er zijn absolute verbindingen, hè, die worden hier wel gelegd, hè, de volgorde dat ze ook staan in principe. Dus dat heb je gelijk, hè, Rufus. Maar het is heel belangrijk. Om wel goed op te letten naar welke collega ik naartoe. Ik weet van Erik en dat hij gewoon antivakbond is, al jaren. Ik werk al jaren bij dat bedrijf, dat is gewoon antivakbond. Dus ik zal het niet meer in mijn hoofd halen, want daar nog ik wil daar dus geen energie meer in stoppen. Totaal niet. He? Dus ik zou wel, ik kijk even op mijn bedrijfsfoto. Hey, leerlingenvervoer, hey. Karel Jansen. Maar toch, he, geen energie meer in steken, dat kan wel, maar... Ik zou het niet loslaten. Want... Nee, dat is iets anders. Ja, nee, oké. Dat is iets anders. Ah, ben ik met je eens. En dat zie je natuurlijk met
degene die met mij door gespeeld. Ja. Dat is niet jongens. Nee, maar waar ik op bedoel is, als je, en ik heb daar in Enschede heb ik eentje gehad, ja. Dat is altijd alles. Ja. Totdat ik s'avonds een keer heel laat op de zaak kwam, ja. En meneer die stond voor het publicatiebord en stond de memo's te lezen. Ja. En toen dacht ik, en dan heb ik je. En toen heb ik gezegd, ja opa, wat noem je opa, je bent mij. Ik zeg, ik lul niet dat je dat leest, nee. Ik zeg, maar jij bent voor mij geslaagd om zo naar die groep toe. Ja. Nee, dat is duidelijk hoor, absoluut. Loslaten is iets anders, dan geen energie meer insteken. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen. Oké, de mensen volgende... zijn wel geïnteresseerd, maar zijn het vertrouwen niet gekregen. Precies, en dat is een van de bezwaren. Plus de kosten, die dat zijn altijd een bezwaar. Ja. Het vertrouwen is weg en de kosten zijn er. Klopt, het is maar ook een kosten. Je moet het even niet. Ja, we hebben Bas. Bas is het niet meer? Ja. Ik heb het al. Hij is gewijzigd. Bij mij is die nu eraf. Ik laat hem wel, als je in zo'n augustus eraf komt. Ja, voor mij bestaat 1% regeling nog gewoon volledig in jullie CO. Lees een boekje maar na, laat ze 78 of zoiets. Ook jullie als taxichauffeur hebben gewoon de fiscale verrekening van je contributie. Die staat ja, nee, de 1% regeling is de contributie. Nee, de 1% regeling. Die is gewijzigd. Ja, en die is gehouden. We hebben die drie groepen 16 op het laatst nog gehouden. Wat valt er allemaal onder die drie groepen? Stel, je hebt iemand die heeft. AOW, ja. En ik vind 200 euro per jaar, of 300 euro. Ja. Wat is dan zijn inkomen voor bod? Zijn totaal inkomen. Ja. Totaal inkomen. Ja. Ja, maar dat is even heel... Hij komt waarschijnlijk op die 8 euro uit. Ja. Ja? Hou hem even vast voor straks, ja? Want dan gaan we nog even over de contributieregeling hebben. Zwart. Dat is wel heel belangrijk, deze ook. Een praatje maken met de nieuwe collega's, daar hebben we net al over gesproken, hè, toen we de oefening deden. Dit is zo verdomd belangrijk. En dan verliezen we even naar de achterkant, dus we moeten de achterdeur dicht houden. Maar als, als dat niet helemaal lukt, die staat toch een beetje open, dan is het heel belangrijk. Als Melanie. Ja? Ja, als die binnenkomt bij taxi Jan Smaai, zeg maar wat, dat ik als vakbondsleider daar toch wel het oog in heb. Hé, hey, komen de nieuwe collega's binnen? Kan je dat missen? Huh? Hoe kan je dat missen? Ja, nee. Bij toeval ontdek je nieuwe collega's. Die zien elkaar af en toe in de kantine of tijdens een rustpauze een beetje. Maar de kern van de schoolchauffeurs, ja, die komen natuurlijk op plekken waar ze bij elkaar komen. Ja, het valt voor heel veel chauffeurs heel erg tegen. Bij school kom je natuurlijk elkaar allemaal tegen. Er zijn scholen waar bij de deur afzetten en wegrijden. Daar kom ik nooit meer tegen. Ja. En dat zijn er meer dan één, hoor. Ja, dat is morgens misschien zo, en smiddags heb je wat. Vanaf alle twee zit er een kern van waarheid in. Hè? Soms zie je wel iemand, ik weet ook van scholen waar ik dan zelf kom, op, maar dat ik daar een half van tevoren ben. Ja, dan gaan we een busje zelfs dingen in rijden, zo heb ik tijd om te spreken. Maar goed, dat is ideaal. Maar je hebt instellingen waar je gewoon niet kan. Maar bij een instelling is het net weer iets anders natuurlijk. Bij een instelling is het net weer iets anders dan bij een school. Ja, we drukken steeds vooral. Laatste bullet point, maar ja, we werken vanuit een bepaald plan. Dat is altijd wel noodzakelijk om waar mijn werving daadwerkelijk toe te passen. En we hebben net ook over gesproken over een plan. En je moet eigenlijk een plan hebben, een thema, en waarop je eigenlijk de mensen wilt mobiliseren, activeren. Nou ja, ik blijf zeggen dat er een nieuwe CAO is. En een nieuwe CAO komt er alweer in het voorjaar aan, volgens mij. Ook nog steeds voorjaar. Ja, ook nog wel. Dit is een nieuw boekje met een nieuw loonsverhoging. Ja, maar je hebt zin dat je het strak moet houden. Maar het vraag naar je leden toe. Als je precies, je moet wel de juiste informatie kunnen delen met je leden. Hè, want daar krijgen ze vertrouwen door. Ja. Absoluut met jongens. Ja, we hebben ons vertrouwen onder mij. Oké, wat doen we niet bij ledenwerven? De don'ts, hè? Die zijn echt ook heel belangrijk. Want op het moment dat je een van deze dingen eigenlijk doet, hè, dan heb je geen respect meer voor je gesprekspartner. En je gesprekspartner staat niet meer op de eerste plaats, maar je betrekt het ook vaak op jezelf, als je hierover spreekt. Als we naar de eerste bullet point, het koude werven, hè? Daar hebben Willem daar ook al over, zonder ideeën contact, wat vaak zieltjes werden genoemd. Koud werven is het moeilijkste wat er is. Want je hebt geen aanleiding.
Dus dat doen we vaak als we op een markt staan, of op Delceel, wat ik wil zeggen, staan. Facebook. Ja. Als jij daarop kan werken op een manier en mensen lid worden, zou ik dit fantastisch vinden. Maar op het moment dat je op een markt staat, heb je met verschillende mensen te maken die je aanspreekt dan, hè? Die ken je niet eens. En dan is het wat Erik zegt, ja, maar als je iets te geven hebt, wil dat wel eens helpen. Ja, dat klopt, we hadden toen hangmatten bij ons in Delceil. En dan spreek je iemand aan, maar dan werkt hij bijvoorbeeld in de bouw. Hè? Kou verder, heb je altijd te maken dat je mensen ook zegt, maar treffen uit andere sectoren. Dus je moet goed op de hoogte zijn van de regeling ten aanzien van contributie, de voorwaarden die erbij horen. Dat is enorm belangrijk. Maar gewoon als we zeg maar, in een traject met elkaar zitten en volgens een plan iets doen, dan is warm werven, wat we net besproken hebben, is absoluut de manier zeg maar, om sterker te worden. Ad-hoc werving gebeurt ook wel eens. Hé hey, Pieter, hoe was dat nou jongen? Waar is je hier even van die vakbond? Pardon? Ja. Heb je er nog niet over nagedacht? Ik zat niet. Ergens anders. Ja, goh, wellicht. Wellicht. Je bent er nog niet uit. Nee. Dat gaat niet werken, snap je? Dat werkt niet. Ten eerste mijn toon niet richting hem. Natuurlijk ken ik hem aan, hij is mijn collega. Hè? Maar de toon is al niet goed waarop je het doet. Hè? En dat als je collega's onder elkaar bent, die je echt aan denken ook. Maar zo ineens beginnen te zenden over een lidmaatschap van een vakbond. Ja. Dan is ja, dat zo'n krant te verkopen op het marktplein. Weet precies. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat is een beetje Elvis ook. Gewoon ja. Zenders onder wat aankomst en dat je niet weet hoe. Ja, absoluut. Dat is een mooi voorbeeld. Het werkt niet echt. Het kan allemaal wel. Ik zeg niet dat het nooit lukt. Dus ik heb het ook wel eens gedaan op deze manier. En ik schrijf ook wel eens iemand van in. Het kan wel, maar het is niet de manier die wij nastreven. Moeten we niet doen. Het lukt alleen maar als iemand het eigenlijk toch al van plan was. Ja. En dan ben jij toevallig degene die even het formuliertje doet. Nee, ik ben er heilig van overtuigd. En ik doe dat al 7 jaar. Hè? Het woord overtuigen, ja, dat ligt soms wel wat moeilijk. Maar je moet mensen niet echt willen bekeren. Maar dat je een juist voorbeeld hebt waar iets gelukt is. Zoals je die vanochtend hebt gehoord. Hè? Vanuit Kim, onze collega. En dan kun je gewoon veel meer elkaar bereiken. Bullet point 3. Praten vanuit een verdedige houding. Op het moment dat je dat gaat doen, betekent dat eigenlijk dat je wordt aangevallen. Je voelt je aangevallen. Want dan ga je verdedigen. En op het moment dat je gaat verdedigen tegenover je gesprekspartner, terwijl de gesprekspartner in principe de belangrijkste persoon is waar je mee te maken hebt, dat roept waarschijnlijk irritatie bij hem op. Want die wordt dan niet gehoord? Die wordt niet gehoord. Je bent alleen maar met jezelf bezig, omdat hij mijn gesprekspartner iets heeft gezegd wat mij niet zint als vakbondsleider. Er zijn allemaal mensen met elkaar, af en toe is dat gewoon heel natuurlijk hè, waar we het dan over hebben, maar hij raakt geïrriteerd. En ik kan het waarschijnlijk in het gesprek niet meer omdraaien in de volgende fases. Dus het is belangrijk op het moment dat er iets gebeurt en dat je niet vaak dan, en ze komt net binnen, maar ten aanzien van bezwaren en de klachten laten we straks even over verder spreken. Op het moment dat we een bepaalde volgorde hebben, dat we met mensen spreken in een follow-up, een vervolggesprek, dat wil niet zeggen dat die stapjes, die we straks ook nog laten zien volgens mij, dat je die stapjes ook op die manier moet uitvoeren. Want als je een natuurlijk gesprek met elkaar hebt, dan kan ik je vertellen dat die stapjes door elkaar gaan. Want je kan een gesprek sturen, hè, voor 95%, maar voor die andere 5% niet, kan ik je vertellen. Maar als het geforceerd wordt, dan belangrijk. Nee. Schrijf je doel weer voorbij. Precies, precies. Praten van een bedweterige houding is ook zoiets. Ik ben altijd beter, ik ben die wijsneus, hè, ik ben heel eigenwijs. Dat zijn die mensen bij die vak mee zal, hè? En weet je dat wel zeker? Kom maar. Weet je wel zeker dat het klopt voor de stap? Een betere houding. Ja. 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 En we zijn... SCO. Ja. Precies. Dat is zoiets. Dat is een mooi voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. Wat voorbeeld is dat? Maar het is een houding, een manier van doen, die niet bijdraagt aan het doen wat je...